Dag dames en heren. In het westen van Nederland brak vanmorgen al vrij snel de zon uitbundig door. Was er hooguit nog wat sluipbewolking aanwezig. In het oosten, echter, daar hing duidelijk meer bewolking. Bewolking die op de eerste satellietbeelden vanmorgen vroeg nog niet eens heel duidelijk zichtbaar was. Maar toen de zon wat hoger kwam te staan, ja, toen zagen de satellieten het allemaal een stukje beter. En dus zien we er een duidelijke tweelingdeling terugkomen. In het oosten veel bewolking, een beetje grijze start van de dag. In het westen dus de opklaringen, maar we zien ook dat die. Opklaringen zich geleidelijk aan naar het oosten gaan uitbreiden. En dat is de trend voor deze vrijdag. Op steeds meer plaatsen, ook in het oosten van het land, breekt het zonnetje geleidelijk aan beter en beter door. Alleen de grote vraag is natuurlijk of we dat het weekende ook vasthouden. Want er ligt een uh, duidelijke band met bewolking vanuit Zuid-Scandinavië, net ten noorden van ons land, over de Britse eilanden. En dat vormt de scheidinglijn tussen. Iets wat koelere lucht ten noorden en veel zachtere lucht ten zuiden. Wij zitten dus aan de warme kant van die wolkenband. Ja, de bewolking die overtrekt, dat is steeds vaker enkel sluibewolking. Daar komt de zon over het algemeen wel goed doorheen. Ten zuiden van Parijs, daar ligt een hoogdrukgebied. En we zien dat die band met bewolking, die dikke bewolking, vooral ten noorden van ons blijft. Bij ons vooral sluibewolking, maar morgen later op de dag dan zien we dat die band uiteindelijk in de nacht naar zondag overtrekt. En dan komen we zondagmiddag aan de andere kant terecht, aan de wat koelere kant. Dus in de loop van het weekeinde kunnen we een temperatuurdaling verwachten. En begin volgende week dan zien we die blauwe kleuren weer onze kant op schuiven. Dan moeten we ook weer rekening houden met regen. Temperaturen gaan dan overigens ook naar beneden. En dat kunnen we goed zien als we naar de temperaturen kijken op zo'n 1500 meter hoogte. En wat we zien is dat bijvoorbeeld komende nacht de temperatuur in de Schotse hooglanden op de hoogste toppen net even onder nul komt. Maar bij ons is het relatief mild. En zeker naar het zuiden toe zullen we dat zien. Dat betekent dat er in Frankrijk dit weekende vrij hoge temperaturen verwacht kunnen worden. Maar ook in het Alpengebied. Ja, en toch komt die koude lucht dan in beweging. In de loop van het weekende schuift het over ons land. En na het weekeinde schuift het verder Europa in, tot aan het Alpengebied aan toe. Dus daar zal op sommige plaatsen ook wel weer sneeuw vallen. En die koude lucht, die blijft voorlopig in onze regio. Ook in de loop van de week is dat zo. Dus we krijgen volgende week veel lagere temperaturen dan wat we dit weekeinde zien. Ja, en wat we vandaag aan maximumtemperaturen kunnen verwachten? Het ligt er een beetje aan waar je zit in Nederland. In het Waddengebied, kop van Noord-Holland, bij een stevige Zuidwestenwind. Temperaturen van zo'n 14 graden. Maar in delen van Brabant en Limburg, dan wordt het vanmiddag zo'n 20 of 21 graden. Veel zonneschijn erbij. Sluierwolken, nog wat wolkenpartijtjes her en der. Maar het is in ieder geval overal droog. Na een rustige nacht met temperaturen in de dubbele cijfers. Kunnen we morgen wederom veel zonneschijn verwachten? Sluierwolken, ook wel wat stapelwolken. Overal droog. Temperaturen het hoogst in het zuiden, 22, 23 graden. Want de Zuidwestenwind, die toch weer goed doorwaait, die zorgt ervoor dat in het noordwestelijk deel van Nederland de temperaturen iets gedrukt worden, omdat het, uh, ja, de lucht wordt aangevoerd van over het wat koudere water van de Noordzee. In de nacht naar zondag dan de passage van die wolkenband met daardoor de koelere lucht waar we zondag mee te maken. Ondanks dat regelmatig de zon doorbreekt, zien we wel lagere temperaturen. 12 tot 14 in Limburg misschien nog net 15 graden. En begin volgende week gaat die temperatuur zelfs nog wat verder naar beneden. Af en toe komt het tot buien. Misschien zelfs met onweer en hagel. Tegelijkertijd ook regelmatig zonneschijn. Vooral maandag een stevige wind. Ja, zoals ik zei: temperaturen smiddags hooguit een graad of 10. Fijn weekend!